Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dat betekent dus ook een nieuwe fotosessie. Dit keer met Wendy. Maar ik wil uw handen thuis, hè? Ja, die staan netjes over elkaar in. Maar je zat op mijn hand, hè? Nou. Op Park Brugse Heide zagen we Parky Marky in de rol van grote kindervriend. Ik kijk of mijn meneer is bij meteen. En Mieke en Johnny dropten een bommetje. Ze vertrekken voorgoed. We hebben een badje gehuurd. Bar, cafetaria, muziekcafeetje, willen we ervan maken. In Formentera, in Spanje. Oh. We hopen daar binnenkort open te gaan, maar we zijn er nog aan het werken. Oh, maar dan ga ik ook minder zien dan hier. Ja. Casa Gilles. En dat gezaag op de achtergrond, dat is Peter, de miljonair. Die arme schat ligt nog heerlijk in zijn mandje te meuren, terwijl de vrouw des huizes zich voorbereidt op een nieuwe dag als moeder Teresa 2.0. Schatje. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt hij aan, hoor. Lekker geslapen. Ik heb heel de nacht al allemaal droge voeten. Droge voeten? Hoe is het voelen? Zo. Droog, of niet? Hoe kan dat nou? Oh, ik ga er wel even in smeren, schat. Oh, dan ga ik even terug liggen. Een lekker kontje. Ja, weet ik. Moet ik... Nee, je hoeft niks te doen. Oh, nee, niet veel. Gewoon droge voeten, zeg. Ja, hè? Dat is wel lekker. Even wel. Zo tussen die teentjes zo. Hoppatee. Ja, dat is fijn, hè? Ja, ja. Andere voet. Oh, ja. Omhoog. Ja. Verder. Ik hou jou wel jong, hè? Ja. Ga maar even door. Ja, ik maak er een massage van. Kus. Dankjewel. Lekker zo, hè? Ja, zeker. Nou, die zalf, dat doet wonderen. Dat voelt lekker aan. Ja, dat is ook wonderzalf, schat. Ja? Ja. Nou, misschien ook nog wat de rest even insmeren. Hè? Op andere plekken. Dat weet ik nog niet. Ja, ik weet het wel. Op Park Prinsenmeer moet het kindertreintje schoongemaakt worden. Poe, poe. Al met al tamelijk ongevaarlijk. En JP weet iemand die daar perfect geschikt voor is. Assepoesje, dag en nacht uit assepoesje, of niet? Ja, even poetsen, Ruud. Ja, dat zie ik ook wel. Ik dacht, ik doe mijn eigen auto even, als jij dan de trein even doet. Ja, dat is eerlijk verdeeld, toch? Ja, dat is eerlijk verdeeld, toch? Ja, ja zeker. Ik heb daar een emmer klaargezet. Deze. Oh, hier heb je... Over een uurtje moet je klaar zijn, Ruud, want dan moet je weer rijden met de kinderen. Ja, maar ik heb maar een kwartier nodig. Hoeveel? Hé, jij bent je auto aan vegen, of wat was de bedoeling? Ja, de sponsor waren op, dus ik heb mijn handveger gepakt. Ik heb het gevoel dat ik nou net even een karretje gespannen word. Hij blinkt weer. Ja. Weet wel een nieuwe. Ja, bijna wel, hè? Ja. Ja. Dat gaat een stuk heiniger zo. Nou, dan ga ik de binnenkant wel even doen. Ja, doe maar. Lijkt wel een nieuw treintje. Ja, komt er goed uit te zien. Ruud! Hey, jongen! Ruud! Hey! Yo, je spuit me een auto dan. Ja, wie was nou een auto met zijn raam open? Ja, nee, wie spuit er dan naar binnen? Nou, dankjewel, Ruud. Dat scheelt wel, een poetsen binnen. Ik hoef geen water meer te vatten. Nee, dat hoef ik. Ik heb geen water meer nodig. Jo. Nou, helemaal nat hier. Jongen. Die bolle is net van zijn schilfervoetjes afgeholpen... en besluit, op aandringen van de regisseur, Mieke en Johnny te bellen. Hun Spaanse muziekcarrière gaat als een raket... en ze hebben ineens horecaplannen. Kom, schat, kom maar bij me zitten. Denk ze te slapen? Hallo. Goedemorgen. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Wij vroegen ons eigenlijk net af, lukt het allemaal daar... met de verbouwing en de opening? Hebben ze de tapkelder zo gezet? Even opnieuw, want het gaat slecht bereik. Blijven stilstaan ergens. Ja, stop. Ja, hier, daar ja. Is die. Oh. Ja. Stop. Oh. Ja, zo.
Oké. Ja, zo. Ze hebben vandaag de tapkraan gebracht en volgende week brengen ze de drank. Oh, dat is het belangrijkste, de drank. Ja. We kunnen steeds beginnen. Lekker hoor. Dat is voor de hand, hè. De drank, dat we die maar hebben. En ben je op tijd klaar voor de opening? Ja, wij raken op tijd klaar met de opening. Ah, oh, dat is fijn. Hoe is het met Johnny? Met Johnny is het goed, alleen zijn suiker is een beetje slecht, maar een beetje pimpel te veel. Oh, hij pakt te veel borreltjes. Maar dat is ook goed voor zijn bloedsomloop. De groetjes aan Johnny. Doei. Nou, had ze nog geen gebit in? Huh? Nee, volgens mij is ze die vergeten op het nachtkastje. Maar die had natuurlijk een kater. Het is alles behalve fraai te noemen. Elke week wordt het graf van oma Gillis geplunderd. Vermoedelijk door fans. Dus Mark en Inge gaan het fixen. Kijk hier, bloemetjes gehaald. Appetij. Zijn de bloemetjes aan de bijtjes? Wat? Wat zijn dat voor bloemen? Zo, waar de helft ligt al in de wei. Een zak cement hebben. 20 kilo. Neem aan dat dat genoeg is. Kijk, hier. Hup. Vers van de pers. Ik geef de zak cement. Hop, honderdje. Appetij. Dat is die cement ook niet in 5 kilo zakken verkopen. Dat snap ik eigenlijk niet. Oh, die zit iets klem of wat? Ja, die bloempot staat er denk ik. Ga jij die pakken, moet ik die pakken? Nee, pak die helemaal. Ik ben blij dat ze helemaal vooraan ligt, want als je 20 kilo cement moet gaan lopen, dan... Poepoe. Ja, alles voor een zomer dan maar, hè. Volgens mij is de kofferbak nog open, Inge. Een zak cement. Oh, jongens. En een rug van te krijgen. We hebben een fijne vent. Hoezo? Ja, het ding is loeizwaar. Volgens mij is het heel simpel, Inge. Gewoon een gat spaaien, water erin en een spul erin. Nou, spaaien dan. Huppatee. Oh, het is maar een klein betonblokje. Huppatee. Ik denk ook... Oh, ik denk dat ik raak de kerst, maar... Ik zou zeggen dat hij nog meer naar rechts moet. Ja? Ja. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat je perfect staat zo. Nou, dan zet hem er zo in, jongen. Gieter? Hè? Ja, Gieter, maar voorbij. Dan denk ik wel dat we de eerste hard moeten laten worden. Willen we terug zand overheen, of niet? Hoe lang duurt dat? Ik denk niet dat het vandaag droog is. Dus ik denk dat we het hier gewoon netjes maken. Uh-huh. Dan kom ik morgen wel even terug, doe ik wel even zand overrennen. Oké. Dan ben een Mariki Hariki in plaats van Mariki Pariki. Nou, die Harik wordt terug. Schep mee. Heb thee. Op Prinsenmeer worden de jongste gasten straks getrakteerd op een mega gezellig treinritje. Dat wil zeggen, als dat klote ding op tijd klaar is. Oké, okay. Pieter, ik ben er klaar voor. Ik rij wel naar voren. Hoe start hij? Nou, knopjes. Ik heb hier 20 knopjes. Waar? Oh. Hey, Ruud. Ja? Lukt het? Ja. Ik zou je heel graag willen helpen, maar ik heb er geen zin in. Nee, nou is hij weer kapot. Is hij kapot? Nee. Wat? Nee. Ja, en geen schroevendraaier? Schroevendraaier? Dan moet mijn sleutel, hoor. Kom wel even kijken, nee. Want... Nee, dan ga ik gewoon aan de kant. Nee, Pieter, veel plezier. Ja. Nou, dag Ruud. Ruud! Heel die hebben naar de kloten. Godver. Nou, dan kan ik alleen maar Ruud zijn, hè? Op Park de Bert is al het personeel aan het schrobben en soppen. De heer de Richard gooit de zweep eroverheen en zit overal bovenop. Oké, en dit is de nieuwe paal? Dus en dan komt hij net zo hoog als deze. Oké. En dan hebben we weer een nieuwe vlag. Nou, dan gaan we beginnen met beton storten. Tenminste, ik kijk en jij werkt, hè?
Zit je bril op de grond? Nee, dat je wel goed kijkt naar de verhoudingen. Laten we het even over verhoudingen hebben. Richard doet dus zijn werk en Mark komt nu controleren of Richard zijn werk doet. Vertrouwen is hier niet aan de orde. Volk! Hey, Mark! Wat kom jij dan doen? Nou, wat kom ik dan doen? Dat bepaal ik toch wel wanneer ik kom of niet kom. Welkom, hey, hè? Zo vandaag toch die bermen in orde maken ze. Ja, dat klopt. Daar zijn ze mee bezig. Maar we zijn eerst nog even bezig met de nieuwe vlaggenmast te plaatsen. Ja, dat mag ook wel eens een keer. Je bent ook 280 dagen verder ongeveer. Ik zal er meer beton bij gooien. Ja, daar is hij mee bezig. Oh, anders waait hij om. Kijk, ik ben om te kijken en ziet is om te werken. Huh? En ik ben om te controleren. En jij kwam controleren. Ja, maar eigenlijk niet voor die vlaggenmast. Maar moeten wij hier nog echt bij blijven of niet? Of kan hij daar gewoon alleen? Nou, op zich kan Sietse dit verder wel alleen. Zo. Ja, dat mag ik aannemen, ja. Denk ik wel. Dan gaan wij naar de bermen. Helemaal goed. Kijk met je mee, ja? Stap maar in. Zo. Oh, dan moet je wel achteruit. Want we kunnen er niet doorheen. Maar even via de uitgang erin. Hoezo? Hier kan nog wel een vrachtwagen lang. Zag je met welke souplesse Mark dit deed? En waar zijn we nu dan? 14 meter verder. Zo. Hadden we even lesje auto leren rijden? Nou. Nou, dan rijd ik maar. Kom maar, Mark, ik rij. Dat is een maatje kleiner, dus dat lukt jou wel. Doe even je gordel om. Oh nee, die hebben we niet. Nou. Oh, rustig. Op naar de bermen. De bermen, ja. Gezeik over lekke banden willen ze niet, dus de bermen worden opgevuld. Daar heb je de man die het altijd druk heeft. Hatseflatsboy. Oh, er staat een dikke Ros achter ons. Goedemorgen. Het is al 10 uur. Ik denk, je bent al aan die bermen bezig, of niet? We willen er net naar kijken. Kom jongens, ik rij achter jullie aan. Ja, dat is goed. Ik wil het ook zien. Oké, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Nou ja, nou plezier. Ik heb elke dag plezier. Ja? Ja. Morgen. Morning. Hallo. Dus als ik het goed begrijp, Mark, jij controleert mij. Ja, dat was ik stuur de jongens aan en Peter controleert ons. Ik controleer sowieso alles. Dat wordt een dure berm hier met 3 man, dat kan ik alleen zeker zo. Ja, maar ja, het zijn natuurlijk wel... Kom, wat gaan we doen? En trillen. Doe maar werken. Go. Nou, hier gaat alles in. Ja. Dus we pakken wel even de eerste elke gat en dan die 2 jongens die rijden door, die pakken elke keer een gat, vullen ze het af. Je moet die aanhanger dichterbij zetten, of niet? Ja, eigenlijk wel, maar ja. En, straks de derde, die gaat er met de trillmachine, die gaat er helemaal achteraan. Nee, hij is heel zachtjes. En zo hij trilt hem helemaal aan nou. Hun vullen alle gaten. Staat er niks van. Nee, dat komt door de trilplaat. Wat? Dat komt door de trilplaat. Mark, houd jij een oogje in het zeil hier? Ik ga verder kijken, Marissa. Hallo. Doei. Nou, Petertje weg, wij op de koffie. Dat is fijn. Nou, vooruit. Jongen, rij eens rustig. Deze bouwval wordt Peters pièce de résistance. En bescheiden als hij is, schreeuwt dit om een fotoshoot. Zoontje Ruud mag dus komen opdraven om de tuin een beetje optisch te fluffen. Waar moet hem weg? Jij dus. Kijken. Een maatpakje dit. Tuigje in een tuig. Oh, nee, wel kort. Zit geen draadje om. Nee, hij zit er nog aan, maar elke keer wordt hij kort omdat hij tot de bom zit. Maar dat krijg je niet weggemaaid, vriend. Om mij geheel onduidelijke redenen heeft Peter besloten om met zijn camper te komen. Maar deze shoot wordt vast fantastisch. Als moet je even binnenkomen staan. Oh ja, dit is wel een strom aan mijn schoenen, vind je? Oh nee. Nee, dan doe je de schoenen toch uit. Ja, maar die ganzen. Ja, dat ligt. Oh, hert. Werkt mij zojuist. Ja, hert. Ja, dus die kont, die moet meer daar komen. Ja. Dus je moet ietsje meer onder deze. Je moet zeg maar op 10 vooruit komen. 10 voor 10. Ja, maar blijf maar erin zitten.
zal hem hier even achteruit indouwen. Zo wil je deze hoek hebben. Ja. Dan gaan we eerst buitenfoto's maken, denk ik. Als het direct gaat regenen, dan zou ik in ieder geval... Ruud! Ruud! Ja, schoenen! Oei. Ik ruik hoe hier. Alsjeblieft. Nou, wat vinden we van in de tuin van het kasteel? Nou, dat is geen tuin. Dit. Dat is een heel landgoed, dit. Ja, of niet? Oh, kijk die beestjes. Oh, wat mooi, of niet? Zo mooi, schat. Ja, of niet? Kijk. Nou, is dat een mooie natuur hier, of niet? Hoe mooi. Boswandeling maken in je eigen tuin. Ja, hè? Ja, hier kan we een mooie fotoshoot maken, of niet? Nou, dat denk ik wel, ja. Nee, Ruudje, doe ik even met de kantenmaaier hier even netjes maken. Dat kan. Ja? Zeker. En even een beetje opharken en zo, de losse takken weg. Lukt het, Ruudje? Ja. Ja? Kijk, huppatee. Ja, daar zit wat tussen. Waar zit er tussen? Oh, ja, die prullenbak. Nee, dat gaat niet. Kijk. Zit die prullenbak tussen? Oh. Ruudje, pak eens even hier die deksel. Hier pak ik hem. Hier pak ik hem. Friso, wat wil direct de fiets hebben? Ja, dat is goed. Yes. Zo. Die fietsen daar wil zetten. Ja. Kom. Voorbereiding is halve werk, Ruud. Zeker weten. Hoppatee. Peter heeft een glamour-shoot bedacht. Wendy bij de vijver, Wendy bij de camper, Wendy in de tuin... en dan overal met Petertje op de foto. Want het oog wil ook wat. Plantje erbij. Ja. Zo, schatje. Zo, we moeten hem wel nog even water geven, hè? Ja. Tip. Ja, stevig stoeltje. Zo gaan zitten? Gedaan, maar. Oh. Oh. Jongen. Jongen. Ja, niet. Een beetje. Peter, je zit voor mij echt strak achter die palen. Ja, maar jij moet die kant op, ik kan niet gaan verzitten. Dan moet ik daar gaan zitten. Heel goed. Ja, heel verstandig, ga maar door. En jij nu naar mij, kijk, 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 kijk. Zet de linkerhand eens in je zij, haal je dat daar vandaan? Je hoeft alleen maar stil te zitten. Deze hebben we. Oh. Ja. Oké. Okay. Laatste. Ja. Dankjewel. Deze heb ik. Op de Berkt wordt op alle fronten gewerkt. Maar manager Richard heeft een probleempje. Een van zijn arbeiders is zwak, ziek en misselijk. En wie bel je dan? Hold on. Listen, we have a little problem with the machinist. He's going home, sick. Oké, okay, but no problem. Little boss Mark is coming. And he can help with the mini-kraan. Oké? Okay? Good? Oké, okay. I call him. He's coming to help you. Oké, okay. Good. Thank you. Oké. Okay. Polk. Hey, Mark. Er was iemand ziek. Ja, klopt. De machinist is ziek naar huis gegaan. Dus we hebben wel nu iemand nodig die even op de mini-kraan kan om... de caravan te slopen. Ja, ik kan wel op de minikraan, maar als jij zorgt dat er een raampje open is... Ja. Dan kan ik wel zien, maar nou is je half open. Ik ga hem even openzetten voor je. Helemaal goed. En als jij even mee wilt helpen, ben ik je heel erkentelijk. Nou. Jo. Waar is toch mijn caravan? Nou, vooruit, de raam open. Dan kan ik aan de gang. Nou, kijk maar, handen en voeten. Ja! Ja, niet dat je daar in één keer... Ja, hij klapt al naar beneden. Ja, die zit goed. Niet dat je daar naar beneden valt, Richard. Ik denk het niet. Nou, vooruit met die geit dan. Ja? Ik loop even om, ja? Ja, dat is goed. Nou, Mark, dan ben jij aan de beurt, hè? Ben jij aan de beurt? Ik hoop voor jou dat de raam goed vast zit. Ja, dat raam dat zit wel vast. Oh. Wat ho? Voordat je begint. Voordat je... Ja, ga maar van zitten. Voordat je begint. Wacht eventjes. Je hebt een bouwhelm, maar die heb ik niet nodig. Ja, dat moet. Nee, ik en in de kraantje.
die heb ik niet nodig. Ik zit in een kraantje gezet. Ja, hoeft dat niet? Nee, dat hoeft niet, nee. Voor alle zekerheid niet? Leg hem maar even daar neer, joh. Je weet het niet, hè? Nou, Mark, kunnen we dit stuk helemaal weghalen? En die dakdelen moet... De dakdelen moeten even apart. Ja, dat snap ik. Die worden apart opgehaald. Ja, ja. Start your engine. Gas erop. Zie je? Gaat goed. Voor de helm. Fries zegt dat zo werkt het niet met een raam. Daarom had je ook een helm op. Ja, maar de raam daar zou wel open moeten kunnen. Nou, je weet het nooit, hè? Veiligheid voor alles. Fries zegt, je weet het wel mooi te verkopen. Nou, start your engines. Die helm die past nou niet meer op. Dat dakraam. Ja, dat geef ik niet voor je haar. Ja, kom maar. Jongen. Zo kan het nu werken, man. Wat heb je nou weer gedaan? Ik heb helemaal niks gedaan, man. Zorg gewoon dat we spullen in orde zijn, ja. Ja. Ja, laat maar zo. Ja? Start your engines! Catastrofe. Terwijl iedereen zich de tandjes werkt, heeft de man die het altijd zo druk heeft, tijd zat om te lopen shoppen. Binnenkort verhuist hij naar een nieuw stulpje en zijn meest recente vlam mag alvast een vloertje uitzoeken. Hallo. Rust, Mark. Ja, fantastisch. Dag, Wendy. Hi. Hoe is het? Hi. Hey, ja, goed. Meer. Dat is mijn vriendin. Hi, Wendy. Hoi. Ja, lekker wijfje, hè? Op het terras liggen veel te kruimige keuken of tegels eigenlijk. Dat is helemaal niet mooi. Dat moet anders. Nee. Dat gaat eraf. Het zijn nog kleine tegels, dus we gaan andere tegels uitzoeken nu. Ja, dus de flats of zo. Ja. Ja, dat vind ik ook meer, En grotere tegels, dat is mooier. Grotere tegels, het liefste iets van 80 bij 80, dat vind ik mooi. En dan, ja, Peter, die alles groot, hè? Ja, klopt. Ja, zeker. Zullen we een rondje maken, of niet? Ja, dus laten we eens even rondkijken. Je hebt een hoop tegels, hoor. Oh. Ja, hier heb ik toch nog wat tegels, maar allemaal grijs en beton. Nee. Nee, dat is niet mooi. Verder kijken. Dit zou nog kunnen? Ja. Ja. Wat vind je dan? Nee, vind ik niet zo mooi. Nee. 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 Verder kijken. En door. Deze heb ik gezien. Die vond ik ook wel mooi. Oh, die vind ik wel leuk, of niet? Ja, er zit tenminste ook wel leven in, zeg maar. Ik vind het een beetje op een zeildoek lijken. Mag ik dat zeggen? Of is het... Dat heb je al gezegd. Ja, dat zeg ik dan niet. Oh, je mag ik alles wil zeggen, niet afkraken, maar nee, dit vind ik... Ik kijk eerst naar de prijs en dan vind ik hem mooi of vind ik hem niet mooi. Ja. Ja. Nee. Verder kijken. Als we hier in de rij kijken, dan is deze hul wild. Ja. Een beetje dat natuursteen effect. Is voller van kleur. Kan die ook plat? Ja, Wendy houdt wel van plat, of niet? Hartstikke plat. Het is wel een hele mooie kleur. Ja. Past ook wel een beetje bij de binnenvloer, of niet zo? Ik vind het een mooie tegel. Ja, ik vind die ook wel heel mooi. Maar ik denk dat we eruit zijn dan. Ja, deze is wel heel mooi. Nee, maar als jij snel kan leveren en snel kan leggen, want dat is eigenlijk wel het voornaamste. Ja. Normaal gaat het bij mij altijd over de prijs, maar dat vind ik nou niet zo belangrijk. Het moet eigenlijk snel klaar, omdat ik er snel in wil met Wendy. Of hem? Ja. 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 Ja, het bed komt als eerste, dat is ook het belangrijkste. Ja. Hartstikke flats. Hartstikke flats. Ja. Mooi hoor. Op Park de Bert mag het zoontje van de baas zich een dagje uitleven. Er moet een oude caravan gesloopt worden. Met een beetje doorzettingsvermogen lukt je dat met een nagelschaar. Maar nu is er grof geschut in stelling gebracht. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik ben een aanwijzing aan het geven. Ja, maar ik kijk helemaal niet naar jou. Ik wil toch een kern vanaf me brengen. Oké, pak hem ook zo even deze punt nog. Ja, komt goed, jongen. Ga maar aan de kant. Starten! Aan de kant, kijk. Start your engine! Richard, ja? Mag ik me eigen afvraag? Wat doen die anderen erin al? Die wachten even tot jij een stukje daar neer hebt gelegd. Dan gaan hun vanaf daar gaan ze opruimen. Oh, maar dan zal ik alvast maar neerleggen. Ik kan dus beginnen. Ja, dat is goed. Ik kan aan de gang, Richard. Yo, guys, can you turn on the other side?
Everything in de container, ja? Everything in de container. Thank you. Guys. Go, hè? Take it easy, not take it easy. Go on. Snel opruimen nou. Tempo. Nou, ik spreek de talen wel. Kom, ja. Nou. Kunnen de jongens even opruimen? Ja, zullen even een stuk opruimen. Dan pakken wij even een bak koffie. Maar ik nog geluk met die bouwhelm op, met een raam naar beneden. Kwam die op je hoofd echt? Hij kwam echt op mijn hoofd. Op Prinsenmeer zijn ze de godganse dag bezig met belangwekkende zaken. En ook als er geen hol te doen is, zijn Knabbel en Babbel er maar druk mee. Wel verdiend bakje koffie, Jan-Pieter. Ja, altijd lekker. Ja, ik denk, Jan-Pieter, dan even moeten kijken naar de gasmaaier. Ik denk dat ik over een steen in ben gereden, de laatste keer. Oh, in dat, alle is, dat is niet goed. Je laat ook zo'n steen slingeren, dat is ook niet normaal. Nou, we rijden wel even op de brug en dan doen we hem even de lucht in en dan kijken we. Ja, even. Ik wil hem ook niet optillen. Hier, even bij. Nou. Dan zal ik dat ding wel erop rijden. Arme gasmaaier. Nou, even proberen of het je omhoog gaat. Ja, ja, als die maar niet naar beneden komt, dan vind ik eigenlijk veel... Gaat perfect. Ja, dat klinkt... grandioos. Hij is op zijn hoogst. Ja, ja. Ik snijd het mes aan twee kanten, Pieter, vandaag, of niet? Ja... Hij is nog wel scherp, maar ik kan wel zien dat je wat dingen geraakt hebt. Zo, wat dingen? Je kan niet alle schuld mee schuiven. Als je voelt, dan voel je dat die messen wel wat geleden hebben. Je wil niet bot doen, maar... Ik denk het beste is er onderuit halen en even slijpen. Welke doe jij? Het onderuit halen of het slijpen? Ik denk dat ik het alle twee wil. Niet zo wantrouwig, Jan-Pieter. Kijk. Ja, dit is een mes, dat weet ik. Zie je? Ja, dat ziet het binnen nog wel in, Pieter, weet je wel. Zou je die even in het stopcontact willen steken? Ja, zeker. Voor jou wel. Ja. Moet ik hem niet vast? Arbovriendelijk, eigenlijk. Ja, niet als jij iedere keer de stekker eruit trekt. Hoezo? Ben je zover? Ja. Dat valt niet tegen, Pieter. Maar hoe zat hij nou? Zo of zo? Nee, zo zat hij. Wat? Zo, ja, 100%. Nou. Ik kijk al, meten is weten. Oh. Ja, dat is niet meten. Kijk, dit past perfect. En kijk, deze kant is hij groter, zie je? Deze ziet er best wel... Zo ziet je er beter uit. Hetzelfde uit, ja. Nou. Ja. Oeh, niet trouwen, het is werkdruk hier. Nou, kennen we wel tegenaan dit seizoen. Moet hem misschien eerst laten zakken? Ja. Dat doe ik zelf wel, want hoe werkt dat? Ja, maar zeggen. Zo. En dat duurt. Op Park Prinsenmeer is er zo langzamerhand om de twee dagen een spectaculaire onthulling. En vandaag is dat, OMG, hou je vast, de achterkant van de camper. Ik kan niet wachten. Ik ben benieuwd naar de camper. Ja, of niet? Hoe lang heeft die sticker gezeten met jou alleen erop? Ja, niet lang. Dan wendt hij erop. Mijn schatje, hè? Oh, daar staat de camper al, zie je hem? Oh ja. Oh, hij staat er met zijn ladder al bij. Oh ja, ik zie hem. Zo, schatje. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Zo. Ik ga maar even kijken. Zo. Hallo. Hallo. Hey. Hallo, dat is Wendy. Hoi, Koen. Hoi. Ja, lekker wijfje, hè? Of niet? Ja. Oh, je hebt hem al helemaal beplakt. Ja.
Oké. Okay. Dus we gaan nu de foto onthullen. Ja, we hebben alleen maar op een ontwerpje gezien, of niet? Nee, het is een hartstikke mooie foto geworden, jongens. Dus dat komt helemaal goed. Nou, nee, onthullen, want ik ben benieuwd. Ja? Ja. Nou. Val niet van de trap, hè? Nee, nee. Kijk. Echt mooi, man. Kijk eens. Nou. Kijk eens hoe mooi. Hè? Wauw. Mooi, hè? Ja, echt wel. Groot ook. Peter is niet alles groot, hè? Mooi koppel. Mooi koppel, zie je niet? Zeker. Ja, lekker wijfje, hè? Ja. Ja, deze blijft de vloop wel even opzitten. Ja, daar ga ik wel vanuit, hè? Ja. Nee, deze gaat eraf als een andere camper kopen, hè? Ja. Dankjewel, vond ik leuk. Ja. Jij, dankjewel dat je in mijn leven bent gekomen, hè? Ja, dat is andersom ook, hè. Hij is echt mooi. Ja. In die loods op het terrein hebben Ruud en JP de grasmaaier gefixt. Maar dat kreng van de brug trekken gaat even duren. Ja, Pieter, jouw carrière zit in de lift of is het nog op de kelder ergens? Nou, die gaat ongeveer zoals nou die brug naar beneden. Die gaat langzaam naar beneden, bedoel je? Ja, langzaam naar beneden. Ja, die gaat mij niet snel genoeg, Pieter. Maar, lieve hemel. Ja, wacht. Misschien gaat het zo sneller. Ja, dat komt nou mee. Jip, jip. Ja, we zijn er. Ja, dat zie ik ook wel. Nou, koffie? Ja, grip op de zaak hebben. Hebben we verdiend. Ja. Inderdaad, grip op de zaak. Ergens ver weg in Zeeland heeft Peter ook nog een vakantiepark. De meest recente controlerondjes kwamen vooral van gemeente en politie. Maar vandaag neemt Peter zelf een kijkje. En Mark mag weer eens met papa mee. Hallo. Goeiedag, Peter. Alles goed? Ja, prima. Met jou? Ja, alles goed, jongen. Hallo. Was weer een eentje rijden, hè? Ja, lekker toch? Laten we snel een rondje maken. Kom. Te voet of met een golfkar? Nee, we gaan met de golfkar. Ja? Of moet je nog meer afvallen? Ja, ik moet nog wel afvallen, maar kom. We gaan met het karretje. Waar gaat de taxi al voor staan? Ja, ja. Oké. Okay. Waar gaan we naartoe? Oh, rij je maar eens rechts. Hallo. Morgen. Hallo. Hoi. Hallo. Wie laat wie uit, hè? Geniet van de vakantie, hè? Hallo. Goedemorgen. Lekker. Smakelijk. Eitje altijd lekker. Hier maar rechtsaf voorop. En even sanitair gebouw wil ik ook nog even zien. Ja. Goedemorgen. Nou, daarop gaan we eens even kijken. Die moest al open. Ja. Ja, die moet eigenlijk altijd open zetten. Ja. Zodat mensen mooi binnen kunnen lopen zoals ze het willen. Hallo. Nee, je is het beste te doen. Ik weet niet, wil je kijken? Nee, ik kijk niet. Ik ruik het zo al. Luikjes open. Nee. Kijk, hier staan die luikjes dicht. En die moeten hier eigenlijk open. Dat is het belangrijkste wat er is, hier binnen. Zijn die maar dicht? Want dan voel je gelijk de stoom als je binnenkomt. Voel je het? Ik zie het. Hier is een lampje kapot. Ja? Ja. Alles is nagekeken, dan is die... Nou, hier niet. Nee. Even kijken. Ja, ja. Als ik daar op mijn eigen staat te scheren of zo, dan... Hey, maar hier is je ook kapot. Dus wie er gekeken heeft, dat weet ik niet, maar ik denk geen... Ze zijn wel vernieuwd. Ja, maar brandt er niet? Nee, niet meer. En die deur valt niet dicht. Moet je de schenier bijstellen. Ja. Die onderste. Kijk, want het is niks zo slordig als ik nou binnenkom. Die deuren moeten eigenlijk automatisch dichtvallen. Ja? En dat doet deze niet, dus wie het nagekeken heeft, die moet terug op cursus, denk ik. Nee, want het is niks zo vervelend als ik hier binnenkom en staan allemaal open, snap je? Nou, Rob, ik heb het gezien. Mooi. Ja. Van Peter weten we dat hij een natuurliefhebber is. Harleys, camper met een V8, een Rolls. En nu wil hij vogels spotten. Oh, daar hebben we Sjaak al. Goedemorgen. Hallo. Heb je het zonnetje meegenomen? Het zonnetje in huis, hè, de witte. Ja. Wist? Ja, lekker. Je hebt dezelfde kapper als ik, dat zie ik al. Ja, ja, maar je wou gaan varen, begreep ik. Ja, maar, vogelspotten. Heb je die zonnebrand bij? Want dat gaat behoorlijk branden bij jou op het hoofd. Zonnebrand, ja, ik heb een... die kan we wel hebben, hoor. Nee, moet je niet doen.
Nee? Ik heb voor jou. Ik zal het een beetje pakken, maar je verbrandt echt levendig. Echt waar? Ja, dat wil ik je niet aandoen. Nou, dat wordt smeren dan. Kijk, hier, ik zal het dus netjes voor je doen. Ja. Smeert er wel dik op, is niet? Nee. Echt. Je verbrandt echt. Dat is ook lekker zacht aan je huidje, hè? Nou, gooi hij weer in de klodder erop. Nou, start die motor maar dan. Aan onze markt moet komen. Nou, dat is allemaal ons boven. Oh, daar komt hij al aangelopen. Ik zie hem al. Ja, een levend leven. Hallo. Mark. Hoe is het? Goed, jongen. Hallo. Verrekijker bij. Ja, vogelspotten, ja. Hè? Ja. Ruikt hij naar zonnebrand? Ja, hij heeft mijn hoofd ingesmeerd aan het verbranden, zegt hij. Wie heeft dat gedaan? Ja, die havenmeester, Sjaak. Het is een goede havenmeester, man. Hij heeft lekker dik opgedaan, hoor. Het glimt wel lekker, ja. Ja? Ja. Nou, ik hoor die motor al lopen, dus... Nou, dan gaan we. Zal ik maar varen? Dat is het veiligste, denk ik. Ik heb mijn zwembandje om, dus... Ja. Kom erop, we gaan. 130. Ja. Zo. Waar loopt dat ding hard? Jongen. Hey, Mark, doe het even normaal. Wat? Ja. Oh. Ben je bang? Nee, ik ben niet bang, maar ik hou wel een beetje van stabiliteit. Hey, Mark, even niet zitten wieberen. Ja, dan moet ik een beetje naar links gaan zetten. Hoezo? Ja, ik moet kunnen sturen, hè? Contragewicht. Nou, jongens, kijk of ik een vogel zie. Wel rustgevend zo. Ja, vinden. Ik zie nog niks. Ik heb wel mijn aardigste te wurren. En zie je al iets? Ik zie nog niks. Ja, nog op water. Ja, ik zie een grote vogel. Ja, de riemen vast, pap. Hoezo? Dan komt een boot heel hard aangevaren. Nou, er komt helemaal niks. Ja, kijk maar. Waar dan? Nee, dat vind ik helemaal niks. Film. Hij komt wel hard aanvaren, hoor. Ja? Hij komt echt hard aanvaren. Nou, hij gaat zeker hard. Heb je geen verrekijker voor nodig? Nou, achter ons. Nee, geen gauw hoer, hè? Ja, houd hem echt maar vast. Hé, nee, jongens, hou eens op. Oh, jongen, ik ben al zeiknat. Hou eens op. Ja, rechtdoor. Die kant. Ik vind er allemaal veel wind aan. Oh. Nou, ik zie een hoop vogels, jongens. En meeuwen. Ik heb hem verkeerd om. Ik denk, we komen niet dichterbij, maar ik ga de verrekijker verkeerd om. Hè? Hé, gaat goed, Mark. Hé, hou eens vast. Dat gaat niet goed. Gaat niet goed? Hoe moet je terugkantelen? Ja, niet terug in het water. Nee. Help! Nou, helemaal niet meer. Help! Nou, dat is helemaal niks meer. Hij is uitgevallen. Hij is uitgevallen? Nou, ik hoop dat ik hem nog start krijg. Mark, ik wil terug. Volgende keer in Masai's Kassa. De allerlaatste beelden van Hondje Diva. Shanti, jawel! Parky Marky showt dat goddelijke lijf tijdens de jaarlijkse waterglijbaaninspectie. Oh, katastrofe. Ik ben blij dat ik er ben. Zo ongeveer dat je denkt zo. En het gaat eindelijk gebeuren. Peter en Wendy gaan hokken. Komen we verder? Nou, laat de meubels maar komen. En de deurwaarders ook. Houdoe!